Dag beste kijkers. Burgemeester Annemieke van der Ven van Reusel de Mierde zei het al tijdens de toespraken van de vier Kempenburgemeesters medio april. Door de coronacrisis vinden er geen evenementen plaats zoals bijvoorbeeld op korte termijn Koningsdag en de 4 en 5 mei activiteiten. Daar waar mogelijk zullen de vier Kempengemeenten er op Kempische manier invulling aan geven, zo vertelde zij. Zo ook de uitreiking van koninklijke onderscheidingen. Deze zijn op 24 april met inachtname van de veiligheidsmaatregelen in zeer klein gezelschap door de respectievelijke burgemeesters bij de voordeur van de decorandussen aangezegd. De fysieke uitreiking zal zodra mogelijk op een later tijdstip plaatsvinden. U ziet nu welke personen in de Kempengemeente Reusel de Mierde en Eersel een koninklijke onderscheiding is aangezegd met vermelding van de beknopte motivatie voor de toekenning. De heer Piet Pijs, 58 jaar, uit de Reusel. De motivatie kenmerkt zich onder andere door dat hij sinds 1981 vrijwilliger bij de Vogelzangvereniging Zang en Kleur bestuurslid en secretaris is geweest. Hij organiseert de Open Brabantse Kampioenschappen. In 1996, met andere vrijwilligers, heeft hij de Natuur- en Weidevogelvereniging Reusel de Mierde opgericht, waarvan hij nu voorzitter is. Hij onderhoudt contacten met de gemeente, agrariërs, terreinbeheerders en waterschappen. Hij is lid van de adviescommissie gemeentelijke aanjaarsubsidie Reusel de Mierde. Hij werd lid in de orde van Oranje Nassau. De heer Harry Roest, 70 jaar, uit Lage Mierde. Hij is sinds 1980 vrijwilliger bij de stichting Zeskamp Lage Mierde. Vanaf 2008 zet hij met anderen de grensparkwandeling voor Reusel de Mierde uit. Sinds 11 jaar vrijwilliger bij de Sint-Clemens-parochie. In 2014 heeft hij met leerlingen van Pius X een kantine materiaalberging gebouwd en in 2018 de Mariakapel die ook door hem wordt onderhouden. Vanaf 2010 is hij vrijwilliger bij gemeenschapshuis De Ster in Lage Mierde. De heer Kees Paridaans, 66 jaar, uit Lage Mierde. Hij was vanaf eind jaren 70 vrijwilliger bij buurtvereniging Kloosterstraat in Lage Mierde. Hij verrichtte hand- en spandiensten en hij organiseerde de fietsvierdaagse. In de jaren 90 bestuurslid van de Stichting Maatschappelijk Werk en Gezinszorg te Kempen. Van 94 tot 2003 penningmeester bij de Stichting Katholiek Onderwijs Lage Mierde. In 1999 is hij vrijwilliger geworden bij voetbalvereniging SDO 39. Hij was daar voorzitter en doet allerlei activiteiten, waaronder adviseur, scheidsrechter en klusjesman. Hij is 10 jaar lid van de ledenraad Rabobank en lid van de commissie Coöperatiefonds. In 2013 voorzitter geworden van de dorpsraad in Lage Mierde. En de heer Ad van Limpt, 67 jaar, uit Reusel. 35 jaar diverse vrijwilligersfunctie bij Reuselsport, onder andere penningmeester en voorzitter. Een aantal jaren wedstrijdsecretaris en lid sponsorcommissie van de Wielervierdaagse. In 2015 bestuurslid en vrijwilliger van de Zonnebloem. In 2017 heeft hij zich met andere vrijwilligers ingezet voor het evenement Samenloop voor Hoop. In 2018 initiatiefnemer van de stichting Duofietsen Reusel de Mierde. Hij is 5 jaar betrokken bij de winterfeesten. Gemeente Eersel zijn 8 mensen gedecoreerd. Als eerste Rita de Laat van de Vleuten, 72 jaar uit Vessem, lid in de Orde van Oranje Nassau. Al 50 jaar mantelzorger voor een buurvrouw en haar gezin. Vele malen diverse vrijwilligersfuncties voor onder meer de Severine Stichting en bij Seniorenzorg, waar ze regelmatig wandelt en winkelt met en begeleiden van bewoners. Vrijwilliger in het kader van de maatschappelijke stages van het Pius X College in Blaatel, met als taak het begeleiden van leerlingen en het begeleiden en aansturen van meerdere groepjes leerlingen per schooljaar. Lid van de werkgroep Doverschool in Oeganda en zeer bestuurslid van de KBO in Vessem. Dan Nout Jansen, 73 jaar, eveneens uit Vessem, lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was 5 jaar, tot 2007, raadslid van de gemeente Eersel. Jarenlang diverse bestuurs- en voorzittersfuncties bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, de Stichting Boschuur de Meren, de werkgroep Weidevogelbescherming Zuidoost-Brabant. Ook was hij jarenlang vrijwilliger bij diverse landschappelijke organisaties. Was vrijwilliger als gids in de Sint-Lambertuskerk en vrijwilliger van de stichting Duofietsen Vessem en Omstreken. Jan Huibers, 72 jaar Eersel, lid in de Orde van Oranje Nassau. Ruim 50 jaar bestuurslid van het Sint-Nicolaascomité Eersel. Hij geldt als steun en toeverlaat voor het bestuur. Ruim 40 jaar bestuurslid en vrijwilliger bij de Kempencross te Eersel, waar hij tevens de oprichter is.
al 45 jaar bestuurslid en vrijwilliger bij het buurtschap Schaak te Eersel. Lou van Gerven, 53 jaar, eveneens uit Eersel, lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ruim 35 jaar leidercoach bij de voetbalvereniging EFC Eersel. Diverse neventaken, waaronder wassen en verzorgen van de voetbalkleding. Ruim 10 jaar clubscheidsrechter van voetbalvereniging EFC Eersel. Ruim 7 jaar scheidsrechter bij RZE 98, zaalvoetbal Eersel Kraanvogel. Al 5 jaar scheidsrechter bij toernooien voor EFC en andere voetbalclubs zoals in Bergrijk en Duizel. Do van Sandbeek, 54 jaar uit Eersel, ook lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ruim 30 jaar bestuurslid, voorzitter en vrijwilliger bij buurtvereniging het Zuidereind te Eersel. Al jaren zeer actief bij de Donksbergen, onderdeel van de stichting Lunetzorg te Duizel. Oprichter van en begeleider bij de scoutingclub op het woonpark. Vrijwilliger bij de plaatsen voor cliënten met een verstandelijke beperking wordt zij gezien als een moederfiguur. Daarnaast zet zij zich in voor cliënten met een verstandelijke beperking en dementie door te koken, kleding te kopen en cliënten te begeleiden. Wil van Laarhoven, 80 jaar uit Eersel, lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al jaren was hij vrijwilliger bij de Eikenburg te Eersel, een ontmoetingscentrum voor ouderen. Bijna 60 jaar lid van de vrijwillige brandweer. Hij houdt de kazerne schoon en beheert de voedselvoorraad. Tot 1994 fungeerde hij in de repressieve dienst als brandwacht eerste klas. En ruim 50 jaar vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging als technisch official bij diverse wedstrijden. Oké. Erik Dankers, 63 jaar uit Eersel, lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ruim 30 jaar lid van de vrijwillige brandweer van Eersel en Bakel. Van brandweerman uitgegroeid tot brandmeester en posthoofd in Eersel. Door zijn voorbeeldgedrag inspiratiebron voor nieuwe brandweermannen en brandweervrouwen. Want Erik is altijd respectvol en eerlijk in omgang met anderen. Erik blijft altijd rustig, ook bij hectische, aangrijpende situaties, naar collega's toe, maar zeker ook naar slachtoffers. Daarnaast is hij actief binnen de personeelsvereniging van de brandweer. Al 15 jaar bestuurslid en vrijwilliger bij TWC De Contente. Cor van der Ven, 66 jaar, uit Eersel, officier in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1983 tot 2019 oprichter, aandeelhouder en directeur van de Vencomatic Groep. Hij heeft op bijzondere wijze leiding gegeven aan het bedrijf. De Vencomatic Groep is een internationaal familiebedrijf in pluimveestalinrichting met meer dan 400 werknemers verspreid over vestigingen in Spanje, China, Brazilië, Maleisië en Nederland. Cor van der Ven kwam 30 jaar geleden met een baanbrekende innovatie voor de huisvesting van oude dieren, het eerste geautomatiseerde broednest. In 2010 ontving het bedrijf het Bronzen Venster, een prijs voor sociaal ondernemerschap. Dat was vanwege zijn voortdurende zorg en aandacht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. In 2012 nam de Vencomatic Groep intrek in een geheel energie-neutraal gebouw, de Venco Campus. Het eivormige gebouw is het meest duurzame en energiebesparende industriële gebouw in Europa. De campus fungeert als een internationaal kennis- en innovatiecentrum voor de pluimveesector. Innovatie, duurzaamheid en dierenwelzijn staan hoog in het vaandel. In 2012 ontving het bedrijf de Koning Willem I-prijs voor het rondeelconcept en werd het bedrijf bezocht door de toenmalige kroonprins Willem-Alexander. Vanaf 1 januari 2019 heeft betrokkenen de organisatie van zijn bedrijf in handen gegeven aan zijn 5 kinderen. En ja, er zijn ook nog 9 activiteiten. Oprichter en bestuurslid van de industriegroep Eersel. Oprichter, lid en voorzitter, vicevoorzitter moet ik zeggen, van 2014 tot heden van het Kempisch ondernemersplatform De Kempen. En medeoprichter, bestuurslid en vicevoorzitter van 2016 tot heden van Stichting Techniekportaal De Kempen. Kempen TV feliciteert alle gedecoreerden met een koninklijke onderscheiding.